Ronald, kan jij je voorstellen? Ik ben Ronald van Eek, ik ben CEO en oprichter van Proficiency. En wat doet Proficiency? Proficiency is een cloud consulting en integration partner, waarbij we ons echt richten op het versnellen van innovatie bij onze klanten. Ja. We staan hier op het Pure Accelerate evenement van Pure Storage, midden hier in het centrum van San Francisco. Wat is de reden dat jij hier bent gekomen? Nou, Pure is een van mijn belangrijkste en strategische partners, waarbij we echt gekozen hebben om met hen het versnellen van innovatie mogelijk te maken. Dat doen ze met hun platformen All-Flash, Storage, FlashBlade, FlashStack. En dat gebruiken wij als een onderdeel van de oplossingen die we in de markt zetten. Er zijn aardig wat nieuwe aankondigingen hier gedaan. Wat vond jij de meest interessante aankondiging van Pure Storage hier in San Francisco? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat er een hele duidelijke evolutie plaatsvindt. Ze hebben ervoor gekozen om hun FlashStack arrays, om die helemaal 100% NVMe te maken. Ze hebben daar ook voor gekozen om die prijzen zodanig te houden dat het voor iedereen beschikbaar is. Dus geen uplift om van traditioneel naar full NVMe te gaan. Vond ik zeer interessant. Maar het belangrijkste wat ik zie is hoe ze doorbouwen op hun shared accelerated storage strategie en die data-centric architectuur te pakken, waarbij ze de hele lijn doorbouwen om de multicloud en de data die je daarin gebruikt goed te kunnen ontsluiten. En ik heb ook begrepen dat je zelf aan een speciale oplossing werkt met Pure Storage. Nou, we zien natuurlijk hier bij Pure Storage dat ze een aantal hele mooie integrated oplossingen hebben. Ze hebben FlashStack die ze samen met Cisco doen en daaronder hun Flash Arrays hebben. Ze hebben de FlashBlade oplossingen en die hebben ze gecombineerd met Nvidia GPU's om daar een ARI, dat is een Artificial Intelligence Ready infrastructuur voor te maken. Wat wij hebben gedaan is we hebben samen met Pure Storage gewerkt en met een aantal van onze partners, waaronder ook IBM. En daar hebben we de Pure Power Stack voor gemaakt. De Pure Power Stack is een combinatie van Power 9 servers, de chipset van IBM, die uitermate geschikt is voor het handelen van grote hoeveelheden data en ook voor artificial intelligence heel geschikt is. Dat hebben we gecombineerd met Cisco Networking en Flash Array en FlashBlade van Pure Storage en daar echt een integrated oplossing voor gemaakt. Terugkomend fenomeen hier is artificial intelligence workloads. Hoe zie jij die markt bewegen? Nou, je ziet op dit moment vooral bij heel veel klanten dat ze enorm bezig zijn met digitalisatie, met transformatie. En daar is artificial intelligence een van de hele belangrijke drijfveren in. En met artificial intelligence kun je echt intelligentie toepassen op alle data die je hebt. Want dat is echt een van de meest waardevolle assets van een bedrijf. En met artificial intelligence kun je die data gaan inzetten op allerlei gebieden. We hebben heel veel voorbeelden gezien. Je ziet in de automobielwereld zie je het gebeuren. Maar je ziet het ook gebeuren met chatbots. Rondom HANA zie je heel veel artificial intelligence. En dat zie je echt op dit moment een enorme groei nemen. Spark kennen we denk ik wel allemaal Hadoop. En wat heel belangrijk is om daaronder een infrastructuur te hebben die klaar is om dat aan te kunnen. Die data bij elkaar brengen. Maar ook altijd zodanig snel beschikbaar te hebben dat je die waarde eruit kunt gaan halen. En daar is denk ik Pure Storage op dit moment een van de belangrijkste partijen voor. Dankjewel.